toen ik na drie maanden bij de dokter kwam... en zelf aangaf van... het is niet goed met mij, ik zit in een burn-out. En die zei, nee, je hebt geen burn-out. Mm -hmm. Na zes maanden... Paracetamol. Zijn... Ja. Paracetamol, ja, echt. Ja. Dat is echt hoe dat hier gaat, hè. Paracetamol, je moet minder, je moet proberen vroeg te slapen. Het ligt ja. daaraan. Wauw. Uiteindelijk, ja. Uiteindelijk, zes maanden later... zijn ze erachter gekomen dat ik in een burn-out zat. It's complicated. en dit is een onderwerp waar ik het eigenlijk al heel lang over wil hebben, omdat ik er zelf ook mee te maken heb gehad en weet dat heel veel jongeren daarmee uh, zitten. En Boekit, jij hebt daar iets heel moois over gedeeld laatst op YouTube. Klopt. Um, vertel, hoe, is dat bij jou? hoe ben je erachter gekomen dat jij een burn-out hebt gehad? Een hele goede vraag. Echt, um, wel echt maanden later, zeg maar. Uh, het begon met hoofdpijn, mm -hmm. migraine. Was het eigenlijk? Mm. Die is uitgaan zei het door, door heel mijn hoofd. Voor of ontsteking toen gekregen. En uh, het begon meer eigenlijk door druk. Want toen begon ik echt met social media. Mm. Ik had toen werk, school, stage, examenjaar. Alles kwam zeg maar tegelijk. In, tegelijk. Corona, corona periode, lockdown. Dus ik had gewoon eigenlijk te veel waarbij ik eigenlijk te veel druk op me had en dacht van oké okay, hogere eisen stellen beter mijn best doen wat eigenlijk niet zo nodig was zeg maar om mezelf zo te gaan stressen mm -hmm. en eigenlijk ja hogere eisen gesteld voor iets wat eigenlijk niet nodig was want als ik ook gewoon op een normale tempo iets zou doen zou ik het ook nog steeds bereiken ja yeah. dus uh, vooral met social media toen lockdown kwam dus toen plaats ik dus een video met accent, die dus echt viral ging. Mm -hmm. En zo begon het. Ik begon maar meer video's maken met zo'n accent. Mm -hmm. Omdat ik dacht, ja, mensen vonden me ook echt leuk. Ze dachten echt, waar komt zij vandaan? Iedereen zat op, zat of, ja, op, zat TikTok, op zijn telefoon yeah. en zat op TikTok. Ging echt gewoon ja, viral. Heel snel ging heel snel. En ik elke nacht maar slapen en denken van oké, okay, wat kan ik doen? Zodat mensen mij nog leuker gaan vinden. Wat kan ik doen om nog hoger te komen? Mm -hmm. Wat kan ik doen zodat mensen denken, oh ja, zij is de beste. Yeah. Eigenlijk, dat was het. En ik maakte mezelf alleen maar ziek. Mm -hmm. Maakte vijf video's per dag, soms wel tien video's per dag, met een accent. Mm -hmm. Waarom? Omdat ik zeg maar mijn gevoelens wel gaan verbergen. Want zodra ik de camera voor mij neerzette, kwam een ander karakter. En vergat ik eigenlijk die andere boeket. Die zieke boeket. Boeket die ziek begon te worden. En ik ja, zette een karakter was. op. Inderdaad. En ik zette dus een karakter op. En ik had opeens niks meer. Maar zodra die camera uit was, lag ik weer in mijn bed. Mm. Wauw. Dus daarom. Het zo extreem gewoon. Wow. Ja. Ja. Dus nu plaats ik ook niet zoveel accentvideo's meer. Omdat ik niet mijn gevoelens wil gaan verbergen. Mm -hmm. Ik doe gewoon. Kijk af en toe nog steeds accentvideo's. Wanneer ik bijvoorbeeld een vlogje of zo opneem op TikTok. Ja. Maar dat ben je ook komt dan... gewoon goed in. Ja, ja. ja, ik vind het ook echt superleuk ja. om te doen. Ja. Dat is, echt, dat is gewoon een boeket, weet ja. je wel. Af en toe nog steeds. <laughs> maar nu bijvoorbeeld, als ik een video opneem met accent, dan klopt dat ook. Mm -hmm. Niet dat er wat achter zit of iets. Precies. Ik sta gewoon gewoon 100% nu achter. Ik ben nu bewuster. Inderdaad, inderdaad. Dus ja. ja, toen kon ik er niet mee omgaan. Nee. In één keer. Want alles ging in één keer weg. Maar hoe lang heeft het geduurd van het moment dat je dit dus de hele tijd deed. Ja. En ineens dacht van, oké, okay, wat ben ik aan het doen? Ik besef nu wat ik aan het doen ben. En na drie, vier goed. maanden al. Na drie, vier maanden al? Ja. Maar je hebt toen niet gelijk actie ondernomen? Nee. Ja, maar hoe weet je dan dat het een burn-out is? Ja. Want je kan ook overspannen zijn. Um, nou, ik kwam dus bij de dokter met hoofdpijn. Het was hmm. gewoon eigenlijk migraine. Wat ik dus in het begin al zei. En... Um, was dat na die drie, vier maanden al? Dat uh, was pas later. Iets eerder eigenlijk. Oh, okay. Iets eerder al, voordat ik echt met social media begon, had ik al dus migraine. en het liep uit tot een ontsteking. Mm -hmm. Maar door social media, et cetera, is het erger geworden. Mm -hmm. Want je kreeg in één keer heel veel druk. Is die ontsteking gaan uitzijden door heel mijn lichaam. Mm -hmm. Want ze kwamen er niet achter dat het dus die migraine was die een ontsteking veroorzaakte. Mm -hmm. En. Um, Echt, na een paar maanden et cetera heb ik pas een antibiotica kuur gekregen maar ja door die druk op je hoofd en je hebt een burn-out en ik kreeg slaappillen terwijl ik niet eens kon slapen ik was twee weken lang wakker ging hallucineren wow. Wow. zag op een gegeven moment dingen vormen heftig het was, echt heavy. Yeah. het was echt heavy ik was echt mezelf niet niks liep goed gewoon niks ik had verkeerde vrienden gekregen niet dat ik verkeerde dingen per se ging doen ja. Maar weet je, ik had gewoon zo bad vibes alleen maar om me heen. Letterlijk. Dat, dat ik gewoon echt inzakte. Ik vond het zo gekke. Want ik keek dus altijd haar TikToks. Ik ken haar TikToks. Ik vond het geweldig. Want mijn beste vrienden en ik, en ik doen ook altijd die accentjes. Ja. En ik keek dan gewoon ik dacht altijd van: oh, wat een leuke meid. Ze doet gewoon leuk haar ding. Soms stond je in de tuin te dansen. Stond je ja. takken te zagen. Ja. Weet ik veel wat? Dus ik Groot. dacht: wow, oh, echt een happy girl, weet je wel. En. Ik kreeg daar energie van. Yeah. Niet wetende, van, als jij die camera uitzet, dat je denkt van, oh, wat een leven of zo. Weet yeah. je wel? Dat is zo so crazy, hè? Yeah. Wat wij kunnen zien en denken terwijl het helemaal niet zo is. Ja, je weet het gewoon niet wat er gebeurt ja. als je ja, de camera uit doet. Ja. Um, weet jij ook waardoor het kwam dat je, zeg maar, überhaupt dus een migraine kreeg? En heb je erachter gekomen wat, wat de reden is Waarom, waardoor je, zeg maar, ja, uiteindelijk een burn-out hebt gekregen? Ik denk meer door um, doordat ik te veel ging plaatsen en dat mijn privacy in één keer uit handen ging. Mm. Kijk, laat staan, kijk, jij bent natuurlijk qua social media, et cetera, veel groter. Laat staan hoe jij erin staat, zeg maar. Maar ik word letterlijk overal herkend. Mm -hmm. Letterlijk in elke straat. Elke, kijk, ik ben zelf Turks. Elke Turk kent mij. <laughs> <laughs> Turk, elke <helpen> Turk. <laughs> Weet je, uh, het is gewoon. Je wordt letterlijk overal herkend. Je zus die wordt herkend buiten, krijgt een bericht binnen. Ik ben herkend. Je broertje die op school heel de dag wordt lastiggevallen. Je moeder die op werk of et cetera. Overal die wordt herkend. Weet je, je nee. dacht van, oh wauw, je privacy gaat echt uit handen. Yep. Niet dat ik iets stiekems buiten wil gaan doen, maar stel dat je een keer gewoon wilt chillen met vrienden buiten. En je wilt gewoon niet gezien worden. Kan niet. Je wordt gewoon herkend. Yep. Ik kan niet, <laughs> ja, doe ik wel. Stel dat je gewoon heel lelijk naar buiten wilt gaan, kan niet want je wordt herkend. Dat is <laughs> ook druk. Ja. Je wordt herkend. Gewoon, ik kreeg te veel druk op me. Yeah. En je was natuurlijk heel jong, hè? Ja, Hoe klopt. jong begon je? Ik was net 18. Moet je nagaan. Je bent nu 21. Ja. En er gebeurt zoveel om je heen. Want het blijkt dus ook dat vrouwen vaker een burn-out krijgen. Die, dat zijn 15%. Procent. En mannen, dat zijn er 9% gemiddeld, laat maar zeggen. Ja. Um, en vroeger waren dat voornamelijk vrouwen en mannen boven de 40. En nu is dat onder de 30. Ja. Dus moet je nagaan hoe onze lifestyles zijn veranderd. is crazy. Maar ik denk dat echt... Ik zo jong al. Ja. Maar goed, jij bent nog jonger dan... De... Ik ben nog jonger. Dan 20 zelfs. Ja. Zelfs, ja. Je het kreeg. Maar ik denk echt als corona er niet zou zijn, dat het niet zo heftig zou worden. Denk je? Ja, denk ik u? denk het wel want ik was gewoon thuis. Kijk, ik heb zelfs gewoon gedaan en je moet dan qua praktijk moet je gewoon op school aanwezig kunnen zijn. Mm -hmm. Dat was er niet. Nee, klopt. Ik was heel de tijd thuis in mijn bed aan het liggen. Ja. Niks aan het doen. Je kon niet met vrienden naar buiten, alles was gesloten. Ik was thuis en wat had ik toen? Met telefoon. Ja, ah, nu in ja. het zelf. is het. Ja. Begrijp je? Ik heb mijn burn-out ook echt in de corona periode gehad. Ja. Ja. ja, toen net een paar maanden na Black Lives Matter. Dat, dat je op een gegeven moment, je zit thuis, je gaat over heel veel dingen denken, dingen vallen weg. Je systeem en alles raakt uit balans. Je gaat de hele dag op schermen kijken, je gaat dingen doen. Ja, je raakt helemaal fokt op. Ja. Yeah. Damn. Maar ik Damn. denk dat corona niet de oorzaak is, maar het besefmoment of zo. Of een gevolg van lifestyles. Weet je wat ik ook proef, zeg maar, in wat jij zegt, Buket? Is dat hoe de wereld naar jou kijkt, dat gevoel, zeg maar. Dat je daar, een, dat, daar maak je een beeld van. Jij vormt zeg maar, een beeld van hoe de wereld naar jou kijkt. Eigenlijk is het eigenlijk hoe je zelf naar jezelf kijkt. Klopt. En dat zet je op jezelf. Als ik het goed begrijp, toch? En die, ja. en die, zeg maar, die hoge eisen en hoe streng je op dat moment naar jezelf bent. En het is ook een beetje op uiterlijk gebaseerd, merk ik. Ook op van vinden ze me mooi? Ook op karakter vinden ze me aardig? Ja. Uh, vinden ze me goed? Is dat er ook eentje? Het is ja. Of. Ben ik goed genoeg? Zoiets. Ja, denk ik wel. De grap is, het, het filmpje dat die ik viraal al twijfel zegt al eigenlijk wat. Het eerste filmpje die echt heftig viraal ging van boeken, het was een neus of zo. Het <laughs> ging ook over uiterlijk. Ja. Yeah. Wat was dat ook? Want volgens mij heb ik die gezien. Yeah. Kijk, ik maakte dus eigenlijk alleen maar Turkse content. Mm -hmm. Ik maakte eigenlijk eerst YouTube-video's, maar toen ging TikTok viral. Ben ik overgestapt naar TikTok. Ik maakte alleen maar Turkse content. Maar ja, je woont in Nederland. Ik kom op Nederlands voor je page terecht. Yeah. Boeketje, heb je neus laten doen? Nee. Luizende ik heb mijn neus reacties. niet laten doen. Dus duizend echt letterlijk honderden reacties onder elke video. Heb je je neus dan laten doen of niet? Ik heb mijn neus niet laten doen. Nee, oké, okay, voor de duidelijkheid. Nee. Ik heb Klaar, mijn neus nu. niet laten doen. Laat, later met rust. Oké, okay, ga door. Ja, dankjewel. Nog steeds zijn, nog steeds die vragen gewoon. Dus ik maakte een Nederlands video met een accent. Oké, okay. ik vind het gewoon leuk om te doen. Over haar neus. Over mijn neus. Dus ik pakte een oude foto van mij. En recent gewoon nu. Ik liet gewoon mijn neus zien. Ik zeg: Waarom jullie zo altijd zeggen over mijn neus? Dit heb ik gezien, man. Dit heb ik gezien. Ik zeg toch: Ik heb niet laten doen. <laughs> ik vind ja, het echt, echt leuk. funny. Ik vind het echt dit. funny. Oh, zoveel haten gekregen ook. Met Illy. Ben, uh, ben je uit Turkije ontsnapt of zo? <laughs> echt letterlijk zoveel dingen gekregen. Maar echt, ja. Heel eerlijk, mensen. Ik vind mijn video's echt grappig. Ja, ik vind het ook. Maar promotie is <laughs> promotie. sorry. Daardoor is het bij mij. Maar daar kom uh... je wel tegen. Daar had je geen last van. Dat nee, mensen zo Ik kan zo echt geen tegen komen. Okay. Gelukkig kan ik oh, daar gelukkig. echt tegen. Ja, ja want dat zou het nog erger maken. Hoe hè? meer haat, hoe hoger ik kom, hoe meer mensen mij zien hoe bekender ik word, zeg maar. Ja. Voor mij is dat iets positiefs, want uiteindelijk is het ook mijn werk. Ja. Social media. Ja. Ja. Maar jouw burn-out is dus voornamelijk geweest door de hoge eisen die je aan mezelf stelde, Niet door ah. de druk van mensen per se. Dat was meer door de mm -hmm. druk Jezelf dat ik geen leg. privacy meer had buiten door hun. Zeg maar door de mensen. Maar uiteindelijk heb ik daar zelf voor gekozen. Mm -hmm. Maar het is meer doordat ik mezelf te hoog in ja. eisen Oké, okay, ja. maar voordat we het gaan hebben over hoe je eruit gekomen bent... Ja. hoe ga je nu dan om... Met uh, bekendheid, want dat, dat wordt niet minder, snap je? Nee. Je hebt nog steeds, uh, wordt het, niet minder. Het, het blijft. Ja, het wordt niet minder. Soms vind ik het nog steeds heel awkward. Ja. Soms kun je gewoon aan een type zien, zeg maar, van mensen van, oh ja, die gaat mij herkennen. Probeer ik gewoon soms andere route te doen of zo. Oeh. Ja, soms wil ik gewoon even niet herkend worden. Ja, dat snap ik wel hoor. Ja. Ik, ik ken het. Maar, maar ja. Echt erg. Er Mensen, ik snappen. vind jullie allemaal superleuk. En superleuk dat jullie mij soms aanspreken. Maar soms vind ik het gewoon echt awkward. <laughs> dus dan weet ik niet wat ik moet doen. Hé, hey, ik ken je van TikTok. Oh ja, dankjewel. <laughs> en dan, wat moet ik dan verder zeggen? Nee, je kan verder niks zeggen. Ja. Je kan echt verder niks zeggen. Heb echt je dat soms awkward. ook? Ik ken je. En dan zeg ik, oh leuk, dankje. Maar wat dan? Wat, wat moet ik dan zeggen? Ja. <lacht> <lacht> wat wil je? Ik kan je, niet, ik kan je echt niet helpen met dit. Ja, weet je? Echt. <laughs> ik kan je dat is je echt gewoon. Niet Oh, yeah. Ik denk dat ik dat heel vaak heb gehad, dat ik het zo awkward vind. Daarom, ja, kijk, ik weet niet hoe ik hem het gaat omgaan. ook nooit weg hoor, denk Ik wou ik. net zeggen van het went niet helemaal, maar wel ook wel zeg, maar yeah. ja, het is wat het is. Het, het vervelende wat ik je wel ga vertellen is: je gaat niet minder bekend worden nee. als stop je vandaag. Je wordt niet minder mm -mm. bekend. Daar dacht ik dus ook aan. Stel dat ik alles nu ga verwijderen, mm -mm. ga ik als dat ja-nee-meisje bekend staan van... oh, ze heeft haar social media verwijderd. Het nee, dus gaat weer viraal. ja, nee, maar je gaat niet minder bekend worden. Dat werkt nee. echt niet. Het gaat ook nooit gebeuren. Dus maak je maar niet druk. Dit is een keuze die je hebt gemaakt. Dit is wat het is. Het kan minder worden, misschien over tien jaar... als je helemaal niks ja. meer doet. Maar voorlopig, komen de komende jaartjes, uh, maar zit je er wel in. Hoe hebben mensen gereageerd op jou? Want je bent dus altijd wel van de memes en die accentjes yeah. en zo geweest. En toen kwam je ineens met een heel persoonlijk verhaal over je burn-out. Klopt. Hoe reageerden mensen daarop? Ik heb echt heel veel positieve berichten binnengekregen. Mm. Want ik zei natuurlijk ook in mijn video van, stel dat je ergens mee zit, kun je mij mailen of een bericht ja, sturen. Heel lief. Ik heb echt heel veel berichten binnengekregen. Nice. Heb je ze ook beantwoord? Niet beantwoord. Yeah. Ik heb ze wel allemaal gelezen. Uh. Maar ik ga ze wel beantwoorden. Maar ik zei ook, ik ga ze It's bespreken in een video, maar dan mm. anoniem. Yeah. Zodat ik o, ja. zeg maar in die video hun kan hey. helpen. Oké, okay, dan wil ik Oi. van jou weten, waren dat meer vrouwen of meer mannen? Want mm. we gaan het wel even hebben over wat jij net zei. Ik heb maar drie mannen. Wow. Van, de, van de heel veel. Oh ja, maar mannen gaan niet zo snel met een vrouw praten die nee, ze niet kennen. maar ik heb wel echt zulke lieve berichten van ja. mannen gekregen wat ik niet verwachtte. Oké, okay, nice. So, so, zo zijn gewoon... we ook hoor. Ja. Ja. gewoon <laughs> wel medelijden tonen, maar niet je verhaal doen. Dat zijn nee, mannen. Ja. Ik Toch? kreeg zelfs van een. Wauw. Waarom Wauw. Maar waarom denken jullie, ik heb een idee, maar waarom denken jullie, en daarom vroeg ik net ook aan jou: van. Oké, okay, het was dus uiterlijk, het was dus. Uh, uh, Vinden mensen me aardig en maar goed, maar mannen willen ook dat mensen. Hè, dat, mijn mannen willen ook aardig gevonden worden. We willen ook dat mensen vinden dat we er goed uitzien. Dus dat yeah. is het niet. Maar ik wil gewoon een beetje begrijpen, waarom is het voor jullie vrouwen toch. Ja, komt het vaker voor dat die burn-out er is? Zijn, worden er maatschappelijk misschien hele Bij hoge vrouwen? eisen aan jullie gesteld? Hoger dan die van mannen? Wij vrouwen zijn gewoon meer perfectionistisch dan jullie. Ik Dan weet, de mannen. Dat durf ik niet te zeggen. Oeh, dat, vind ik wel. Yeah? Ui, ui. dat vind ik wel. Want een vrouw is altijd meer van... oké, okay, ik wil dat dit in orde is en dat in orde is. Ja. En mannen zijn meer chaotisch. Dat is het, misschien het is dat goed. punctuele in het ons. Is zo, weet het je wel, is zo. Die ons uh, meer laat doen en nadenken. Ik denk dat jullie echt maar er is, er goed... Is... heel zorgvuldig dit moeten verwoorden. Ja. Want ik denk dat ik ongeveer begrijp wat jullie bedoelen. Ik denk dat maar ik weet, niet dat, ik weet niet of vrouwen of mannen zijn dan elkaar. Of nou, wel, Ik, ik denk dat perfectionistisch niet het is. juiste woord is. Maar punctueler zeker wel. Je hebt ook heel vaak bij bedrijven dat ze zeggen van... Ik heb liever bijvoorbeeld op administratie een vrouw... omdat ik weet dat alles goed, weet je wel... Ja, als het gaat zo. om verzorging en yeah. inderdaad administratie. Snap je? Ja. Dat soort dingen over uh, wat had ik al gezegd. Hè? <laughs> de zorg, dus onder andere, heb ik sowieso veel meer vertrouwen in vrouwen. Man. Maar buiten dat ook, wij vrouwen moeten aan veel meer dingen denken. Um, laten we een heel simpel voorbeeld. Mm -hmm. Jij staat op mm -hmm. in de ochtend, je wekker gaat. Ja. Je neemt een douche. Um, zet misschien een beetje crème of zo. Mm -hmm. Fix je baardje. Yep. Uh, trekt je kleren aan en gaat de deur uit. Mm -hmm. Ik sta op. Mijn haren mogen wel of niet nat worden. Mijn make-up moet ik doen. Mijn huidverzorging moet ik doen. Zien mijn nagels er goed uit? Is mijn outfit goed? Lijkt ik hier niet een vet rolletje ja. te veel? Is dit niet zo? Is dat niet zo? Dus het is veel beauty. Meer. Nu hebben we het gevonden. Dus het is beauty. Ja en nee, niet alleen Elk beauty. Puntje die je net hebt maar ook die je hebt is Is het uiterlijk. huis opgeruimd? Zijn de kinderen... Ja, maar Kijk, als een man, man alleen woont, moet hij ook tuurlijk, zijn huis opruimen. Tuurlijk, maar stel je in een gezin. oké. Okay? Ja. Tuurlijk helpt een man ook vaak aan het huishouden of whatever. Maar ja. een vrouw heeft toch wel de regie. Of zo. Vaak. Niet altijd. Ja. Snap je? In een bepaalde dus, soort. Ja, ja, dus oké, er gaat het. in onze vrouwenbrein, denk ik, gewoon veel meer om. Ja, kijk, en daar heb je het dus mis, mm. in mijn ogen. Want uh, je, je weet duidelijk niet wat er in onze om omgaat. Ik ben vroeger man geweest. Hey, ja, maar waarom zeg je dat dan niet meteen? Nee, dat We waarom zeg je dat dan niet meteen? Ik was echt een ik wil ja, nee. Dames en heren. Ik wil, deze ik... ik wil dit gewoon winnen van Jay. Daarom. Nou ja, nee, maar, maar misschien, misschien kan je helemaal niet verliezen. Misschien moet je dat eens zeggen. Je kan niet verliezen. Niet opgeven. Nee, je, 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 oh, ik ben nee, je, je kan niet verliezen omdat... omdat en, en ik kan niet per se van jou winnen of ook niet verliezen. Maar, want het is natuurlijk... Uh, veel complexer dan wat wij nu even gaan bespreken. Eventjes, in, een, in, yeah. een, in een podcast die heel Sowieso, leuk is. zeker. Snap je? Um, maar ik, is denk het ook wel, ik denk wel dat je, als je het over beauty hebt. Dat het gewoon... Verzorging. Ja, dat het gewoon niet... Dat het gewoon, je kan geen discussie hebben als man ja. zijnde. Jullie hebben gewoon veel meer op jullie bord wat dat betreft. En ik denk dat dat echt een pressure is. Want dat is een pressure van hoe je naar jezelf kijkt. En hoe de wereld naar je kijkt. Kijk, de pressure die ik als man heb. Ik mag mezelf niet eens man noemen als ik bepaalde dingen niet op orde heb in mijn leven. Mm -hmm. Volgens maats, maatschappelijk gezien, mm -hmm. hè, door veel mensen, dat vindt niet iedereen natuurlijk, maar veel mensen zullen mij niet als man zien als ik bijvoorbeeld mijn vrouw niet kan beschermen, als ik niet kan voorzien, of het nou financieel is, of het nou uh, 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 warmte is, een schouder is, als ik niet voor mijn kinderen kan zorgen als ik die zou hebben dan, hè. als ik... Uh, als ik niet uh, uh, zeg je dat sta achter mijn woord en mijn woord niet, uh, zeg maar, weet toch, als mijn woord niet zo belangrijk is en alles is wat ik heb, word ik maatschappelijk vaak door veel mensen, en mannen en vrouwen, niet eens als man gezien. Mm -hmm. dat, is, dat is die stress die wij weer hebben, dat is die 8-9 procent waar je het net yeah, over had. No. Maar ik denk wel dat wat jij net allemaal opzomde, ja, dat die stress hebben wij inderdaad niet man. Yeah. Dit is voor jullie echt wel pittiger als je aan je haar... En het is niet alleen make-up. Het is make-up ja. voor je lippen, make-up voor je gezicht, make-up voor je ogen, wenkbrauwen. Daarom die dingen heb ik niet. Correct. Ik ga me even corrigeren. Het is niet dat ik zeg dat mannen totaal geen zorgen hebben of dat er. Nee, maar niks het is wel minder, hoofd. hoor. Die maar geef ik je wat zeker. Wat ik bedoel is gewoon van vrouwen hebben net een tikkeltje meer in details. Ja, en wij pluizen dingen veel meer uit. En daarom zeggen ze ook jullie vrouwen overdenken zoveel. Ja, dat doen we ook, want dat zit in ons systeem. Want wij denken al van oké, okay, als ik straks naar huis ga, is alles geregeld of zo, weet je wel? Tuurlijk doen mannen dat ook, maar Zeker. in details van de details van de details. Ja, want kijk, kijk, ik zal je eerlijk zeggen, er zijn veel mannen die zich verantwoordelijk voelen voor al die cosmetische dingen die je net hebt opgenoemd. Mm -hmm. Die nagels, haren. Mm -hmm. Want als jij als vrouw zijnde al die andere punten aanpakt, vind ik dat je als man ook gewoon het minimaal mogelijk moet maken dat ze haar geld in haar zak houdt. Ja. En dat jij die shit betaalt. Maar Jay, jij bent die perfecte guy. Ik ben niet perfect. Jawel. zeg dat niet. Sorry, we krijgen heel vaak perfect. die complicated question met Jay: waarom ben jij zo goed en waarom denk je Nee, dat maar dat... ik heb ook mijn dingen. Ik ben gewoon een Tuurlijk, man, hè? Een man. Maar... Ik ben, dus ik ben ik, ik, ik gewoon sowieso man. mannen die zoals eh, denken. Ook faaien zeg maar. Ik ben gewoon een man. Daarom doen we en deze show zodat ze van, van jou kunnen, kunnen leren. leren. Ja, maar <laughs> ik, ik vind wel zeg maar, maar. Maar laten we alleen niet vergeten dat heel veel mannen, want ik ben niet alleen hierin ook vinden van, ik moet dat wel kunnen voorzien voor Zeker. mijn vrouw, zeg maar. Zeker, dat is Want dat wat wij ik willen. Ik zeg je eerlijk, je voelt mm -hmm. je als man ook een beetje trots van. Toch? Ah, ja, toch? Ja, ja, wij vrouwen ook Maar, um, <laughs> even iets anders, hoe ben je er uitgekomen? Uit die uh, burn-out? Ja, niet volledig echt 100 eruit gekomen, nog. Mm. Ik denk dat ik nog steeds wel echt een paar procent erin zit, maar dat ik er nu wel beter mee kan omgaan. Mm. Hoe ik... lang is dit al? Twee jaar. Oh ja, oké. Okay. Dus twee jaar, ja. Bij sommigen duurt het echt veel korter. Mm -hmm. Sommigen nog langer. Mm -hmm. Twee jaar is wel veel. Oké, okay, wat is de grootste verandering die je in ieder geval hebt gemaakt van voor de burn-out? Um, dat ik nu. keuzes leer maken in het leven. Dus dat ik niet alles in één keer doe en wil gaan doen. Dus als ik iets wil gaan doen, maak ik dat eerst af. Ja. En dan ga ik door naar de volgende. Ja. Dus niet dat ik. Kijk, ook met mijn social media toen. Ik deed toen in één keer. Uh, TikTok, samenwerkingen, modellenwerk, in één keer mijn eigen merchandise uitbrengen en deed nog in, en school. En weet je wat, ik deed in één keer te veel. Mm. Niet dat ik op één iets ging focussen. Maar nu doe ik één iets afmaken ja. en dan ga ik door naar het volgende. Dat kan ook natuurlijk zorgen voor een burn-out. Je deed misschien ook nog eens te veel. Ik deed te veel. Je moet gewoon keuzes maken in het leven. Buiten het feit dat het voor jezelf niet goed is, is het voor je business ook gewoon niet goed. Oh nee. Want je bent allemaal halve dingetjes aan het doen, maar hier en daar. Klopt. Dus focus is voor alles het beste. Zowel voor jezelf als voor datgene wat je doet. Klopt. Ik merkte bijvoorbeeld heel erg um, dat ik mijn burn-out herkende aan mijn... En dat ik het wel kon linken aan een soort van depressie. Mm -hmm. Dus ik werd heel erg... Um, Verdrietig, ik wou de deur niet meer uit. Ik wou niet meer met vriendinnen zijn. Het liefst zat ik gewoon de hele dag thuis uh, onder een dekentje, weet je wel. Ja. En ik kwam niet vooruit. Voor mij bestonden dromen niet meer. Ik kon niet meer behalen wat ik wou, want het was allemaal niet meer mogelijk. Ja. En toen kwam ik erachter dat ik toch wel in iets zat, omdat ik alleen maar aan het doorgaan ben en aan het doorgaan ben. Um, had jij dat ook? Vind je dat depressie en burn-out ook dicht bij elkaar liggen? Of uh, is het voor jou anders? Het lijkt geweest? op elkaar. Maar depressie en burn-out is heel anders. En depressie is echt mis... bijvoorbeeld hoe jij het dus aangeeft van, ik wou niks met iemand anders meer doen. Mm -hmm. Ik wou niet naar buiten. Ik lag alleen maar in mijn bed. Uh, ging je ook slapen heel veel? Heel veel. Je ging alleen maar slapen, et cetera. Maar mijn burn-out was, ik wou juist, ik wou naar buiten, maar ik kon niet door die lockdown. Mm -hmm. En als ik naar buiten ging, ik wou alleen maar naar buiten. Nu nog steeds. Mijn moeder zegt, Boeket blijf een keer thuis. Gewoon letterlijk, ik wou alleen maar naar buiten. Ik lag in bed, maar ik kon niet slapen. Want met een burn-out zit er wat in je hoofd. Je hersenen schommelen gewoon. Mm. Omdat je alleen maar aan het piekeren bent over iets. Yeah. En in de depressie, dan ben je echt gewoon ingesloten. Ja, helemaal. Yeah. ik was het echt dus wel, persoon. maar ik, ik ging wel door met mijn werk. Omdat ik er wel in geloofde: van... alleen mijn werk werkt nog, maar de rest om me heen in mijn leven niet. Nee. Dus mijn privé werd depressief en mijn yeah. werk werd een soort van burn-out. Yeah. En. Ik merkte op een gegeven moment ook de raarste dingen. Ik kreeg allemaal vlekken in mijn gezicht. Mm -hmm. um, ik had echt rare dingen. Ik kreeg gewoon vlekken zelfs op je mijn nagels. Uitslag, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Zelfs op mijn mm -hmm. nagels. Kreeg ik kreeg allemaal vlekjes en oh. zo. Ik kreeg echt hele rare dingen. Mijn immuunsysteem ging ja. heel erg gemor. Alles. En ik snapte er helemaal niks van. En uh, toen ging ik dus naar de dokter en die zei van, hey, gaat het wel goed met je? Ben je druk? Wat doe je in je dagelijks leven? En toen gingen we veel praten. En toen ben ik dus hulp gaan zoeken ook. Heb jij ook hulp gezocht? Of hoe um, ben je het voor jezelf gaan oplossen? Ik heb geen hulp gekregen. Oh. Ik wou het wel. Toen ik na drie maanden bij de dokter kwam. En zelf aangaf van. Het is niet goed met mij. Ik zit in een burn-out. En die zei nee je hebt geen burn-out. Mm -hmm. Na zes maanden. Paracetamol. Zijn... Ja. Paracetamol ja echt. Ja. Dat is echt hoe dat hier gaat hè. Paracetamol. Je moet minder. Je moet proberen vroeg te slapen. Het ligt ja. daaraan. Wauw. Uiteindelijk, ja. Uiteindelijk, zes maanden later, zijn ze erachter gekomen dat ik in een burn-out zat. Mm -hmm. En ben ik dus doorverwezen naar een uh, psycholoog. Ik kan mm het -hmm. niet uitspreken. Psycholoog. Psycholoog. <laughs> was er een wachtrij van vier maanden. Mm. Waarbij ik dacht: van nee, man, ik zit er al uh, heel lang in. En ik ga niet vier maanden wachten. Daar ben ik ongeduldig voor. Yeah. Dus dat was nog mijn burn-out. Heel perfectionistisch. Ik wil het in één keer hebben. Ik wil het in één keer doen. Ik kreeg geen hulp. Ik okay, ben klaar. Ben ik klaar mee. En toen? En toen? Verder met alles wat ik nog steeds deed. Oh, je bent gewoon doorweer gaan. Ben doorgegaan. Ik ben tot nu okay. doorgegaan eigenlijk. Ik ben doorgegaan totdat ik echt ziek werd, qua fysiek en mentaal: uh, paniek aanvallen, mm -hmm. niet kunnen ademen. Oh shit. Um, alleen maar ziek worden. Uh, medicaties gekregen, antibiotica kuren. Mm -hmm. Uh, spoed terecht. Dacht, dacht ik dat ik dood ging, dat ik niet kon ademen. Maar was gewoon een paniekaanval. Dus heel veel paniekaanvallen gekregen daarna. Ja, die had ik ook heel erg. Ik had op een gegeven moment, dus dat, omdat ik dus heel veel spanning en stress in mijn lichaam had... Zat ik de hele tijd zo, toch? Dus Oeh. die nekspieren waren de hele tijd aangespannen. Waardoor de zo, druk op je zenuw hoofd. op mijn achterhoofd was gewoon ontstoken. Omdat hij zoveel spanning ervaarde. En ik had hoofdpijn en hoofdpijn. Ja. Oh en we kwamen er maar niet achter wat het was. Ik ben een jaar lang naar de dokter geweest. Yeah. En, uh, want soms ging mijn linker oog, rechter oog gewoon niet meer open. Dan zat ik gewoon zo. Oh. Zo heftig was het, het trok gewoon door. Zo zie je dus dat ja. het mentale en het lichamelijke in elkaar Real zitten. Heel erg. Echt heftig. Dus als je ook al maar iets aan je lichaam merkt... zorg alsjeblieft voor je lichaam. Man. Maar zorg dus ook voor je mind. Juist. Want het kan dus daar, daar beginnen. En Klopt. dan uit het zich in je lichaam. De dokter vindt maar niks. Maar het is eigenlijk hier in je mind. Klopt. Ja, crazy. ja dat is best wel... Oe. Klopt. Het is echt crazy. En toen besefte ik, vooral met mijn oog... toen dacht ik, oké, okay, dit zie je zelfs in de spiegel. Want het hoofdpijn was niet zichtbaar, behalve dat ik moe was... Toen dacht ik, oké, okay, nu is het klaar. Dus toen ben ik echt streng op die dokter gaan uh, zijn van... Ik, ben, ik kom hier al een jaar, nu is het klaar. En toen zijn ze gronden gaan onderzoeken... en toen kwamen ze achter van die zenuw, die was helemaal ontstoken. Dus die ontsteking eruit moeten wow, halen, moet alles. Echt en, vechten voor je ja. gezondheid hier, ook yeah. bij de dokter blijkbaar. Ja, het heeft uiteindelijk toch wel twee, drie jaar geduurd ook voor mij. Hoor. Yeah, hoe dat heftig ik, uh, gewoon. Ja. Kijk, mentaal ging het wat sneller... Maar lichamelijk, het zijn twee verschillende dingen. En ja, maar, dat kost maar, allebei maar, tijd. Maar jij hebt hulp gezocht, zei je? Ja, want bij mij inderdaad, wat jij vertelde. Bij de dokter verwees mij ook door. Daar was ook een wachtlijst. Alleen toevallig had ik een vriendinnetje die ook uit een burn-out kwam. En zij, was, zij had zelf een psycholoog uh, uh, gevonden. Ja, dat moet je dan zelf betalen, inderdaad. Um, en dat is ook echt prijzig. Maar omdat zij daar zo goed uit was gekomen, geloofde ik daarin. En ben ik gewoon dat gaan doen. Heeft me ook zeker geholpen. Um, en uh, ja, dat ja, zo. Tot eigenlijk. nu, en dan heb je geen last meer gehad van de burn-out? Nou, ik merk soms nog wel dat er kleine dingetjes in mij zitten. dat ik dan denk van, nu moet je op de rem uh, ja. trappen, weet je wel? En dan stop ik ook. Waarschijnlijk ben je gewoon nu bewuster. waardoor, nu bewuster. Voelt, waardoor je het gewoon aan ja. ziet komen. en denk, ja. oeh, ik heb nog. Ja, dan wow. zeg ik ook gewoon de volgende dag al mijn afspraken af. maakt niet uit hoe belangrijk. en dan kies ik gewoon voor mezelf. Ja, ja. dat maar, is echt een hele goede. Zou dat je lukken, denk je, Buket, om te zeggen, weet je. Nu moet ik echt ja. heel even voor mijn gezondheid kiezen. Jawel. Laat die prestatie Jawel. maar even aan de kant. Jawel, maar dan moet ik ook wel zeggen. Je bent nu 21. Yeah. Het heeft mij. Ik ben nu 30, hè? Jaren geduurd. Ben je 30? Ja, Zou ik ben, ben net 30. Zou ik je niet geven. <laughs> nee, ik ben ook 21. Nee, <laughs> ja, 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 ja. Maar het heeft mij jaren geduurd om op dit level te zijn. Om voor mezelf te kiezen. Voor jezelf kiezen is het moeilijkste wat er is. Maar uh, sinds dit jaar. Dus vorig jaar eigenlijk kies ik echt voor mezelf. Mm -hmm. Dus ik uh, ben daar wel echt trots op. Goed, eerst zo. anderen. Oh, eerst die. Oh, yeah. eerst dat. Okay, eerst natuurlijk mijn moeder, mijn zus en mijn broertje. En daarna kies ik voor mezelf. Maar ik zeg daarbij ook altijd, het is heel mooi dat je dat zo zegt. Yeah. Maar zolang je jezelf niet kan redden Klopt. in de oceaan, bij wijze van spreken, kan je hun ook niet boven water nee, houden. Klopt. Dat is echt wat je leert. Dus dat is echt zo. En het vliegtuig ook toch? Eerst jezelf. Ja, en dan de anderen. En dan 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 dat maskertje geven en dan de rest, ja. ja. Dus ja. uh, wat is een tip die je anderen zou wow, geven? Is precies wat ik wil vragen. <laughs> Telepathie. Wat zou je anderen zeggen over deze ervaring of dat ze het kunnen voorkomen of mensen die er juist al in zitten? Even kijken. Doe de dingen vooral wat je leuk vindt om te doen. Doe dat gewoon nog steeds. Alleen doe niet te veel in één keer. Leer gewoon keuzes maken. Het is niet erg om te falen. Je kan fouten maken, daar leer je van. En niemand kan je daarom gaan judgen. Mm. Want wie zijn hun. Mm. Het is jouw leven, het is jouw doel. Doe het uiteindelijk voor jezelf. En weet je, je hoeft niet perfect te zijn. Nee. En het mooie Ach, van dit vind niet. ik nog, ze heeft dus een burn-out gehad en ze heeft geleerd om te filteren. Ja. Maar ze zit in de finale van Miss World Nederland. Meen je niet? Yes. Oh my god, we weer Ik zei nog, ja, ik heb geen hoge meer. meer. Dus ja, je, je blijft doorgaan, maar je hebt het gewoon gefilterd... en je hebt voor bepaalde dingen gekozen. Klopt. Nou, ik was in, naar Turkije verhuisd. Toen hadden we toen hadden elkaar nog gesproken ja. voordat ik ging, zeg maar. En toen had ik dus echt voor mezelf gekozen. Want ik wou toen de dingen doen wat ik leuk vond ja. en vind om te doen. Dus toen was ik in Turkije. En in november kwam ik terug voor een bruiloft van mijn beste vriendin. En toen kreeg ik een mail van hun binnen. Je mag naar de casting komen. Toen had ik me echt een paar maanden of echt een jaar geleden of had aangemeld. Maar ze hadden blijkbaar zo druk. Of door de coronaperiode liep alles achter. Mm. Ben ik uitgenodigd. Toen kwam ja. ik in de halve finale al. En in september is de grote finale. Mm. Zo leuk. Nice. Ja. Dus, dus daarom ben niet ik hier. Dus je hoeft gelukkig niet te stoppen. Je moet nee, gewoon doseren. Nee. Want je zegt keuzes maken. Inderdaad, keuzes maken. En doen wat je leuk vindt. Inderdaad. Kijk, ik kon in Turkije blijven, want dat is echt de plek voor mij waar ik me echt goed bij voelde en gelukkig was. Mm -hmm. En toen dacht ik: oké, okay, je wou sinds jongs van al iets doen met modellenwerk. Mm -hmm. Ik deed het al. Maar hier word je nu echt volledig geaccepteerd. Mm -hmm. Met Miss World Nederland. Want ik had me eerder ook ergens anders. Al ergens anders aangemeld, maar was niet goed, was niet perfect genoeg. Mm -hmm. En zij accepteren mij gewoon zoals ik ben. Yeah. En door hun ben ik er ook over gaan praten met die burn-out. Kunnen we zeggen, als je wint, dat je de eerste Miss World Nederland, Turkse Miss World Nederland nee. bent, nee. Delay, twee jaar geleden. Oh, yeah. klopt. Ja, oh, die klopt. Die Turken zijn lid. <laughs> Ja, leuk. Klopt. Okay. Ik heb een uh, complicated question, uh, guys. Okay. Ik ga hem even voorlezen. Er staat... Eyo, hey ken je dat wanneer je iemand voor het eerst ontmoet? Maakt niet uit of het nou dicht bij huis of juist kilometers verderop. De allereerste vraag die je krijgt is... Ken ik jou niet ergens van? Oké, okay, dit heeft natuurlijk iedereen wel eens gehoord. Maar dit gebeurt mij iets te vaak. En waarschijnlijk ben ik niet de enige... Is hier een verklaring voor? Want ik zoek al een tijdje naar een antwoord. Maar die heb ik nog niet kunnen vinden. Wellicht kunnen jullie hier een antwoord op. Groetjes, Joey. Joey. Snap je de vraag? Niet helemaal. Hij krijgt dus heel vaak de, uh, de opmerking: Hé, hey, ken ik jou niet ergens van? Oh. En hij wil weten hoe hij daar vanaf komt. Want hij krijgt dat heel erg vaak. Waar hij ook is. Of het nou dicht bij huis is, ver van huis. Is hij bekend of zo? Dat zegt hij er niet bij, blijkbaar niet. Anders zou hij dit niet vragen, denk ik. Nou, als je bekend bent, dan ga je er niks aan kunnen doen. En als je niet bekend bent, dan ook niet. Want ik krijg die vraag ook. Maar, dan, maar ja. jij snapt waardoor het komt? Ja. 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 Dan zeg ik nee. Weet maar je krijgt die vraag ook wel eens. Ik krijg die vraag ook wel ja. eens. Van hé, je kent je nou nergens van. Ik zeg nou altijd. Ik denk het niet. Ja, dat zeg en dan zeggen, ben jij niet de ene zanger? Ik krijg dat. dat, zeg ik ja. Ja, ik heb deze vraag zo vaak, maar nee, ik ben hem niet. Oh, dat zeg ik ook zo vaak. Ik zeg gewoon echt elke keer dat ik het niet oh, ben. Oh, dat zeg ik zo vaak echt erg. Maar soms zo, echt de laatste twee maanden doe ik dat. Wanneer mensen zeggen: Jij bent toch Janne?, zeg ik Janne. Wie is dat? <laughs> ik zorg er juist voor dat we een gesprek krijgen nu, zeg maar. Mm. Dus dat doe nee, ik. Nee, ik zeg heel vaak. Wel... Nee, geen idee. Ja. Wie, welke, welke, welke artiesten? Uh... Ik vind het ook awkward om te zeggen, ja man, ik ben van, weet je wel. Heel soms dat... zeg ik, ja ik ben het, maar dan loop ik gelijk ook door. Hè? Ja, ik ben het, hey, maar ben je gaat niet de... zeggen van, klopt. ik ben de, klopt, nee, klopt. toch? Pioen. En dan, dan krijg je bericht, zo high class was je. <laughs> nou ja, ik zeg gewoon, maar, klopt, Fijne <laughs> <laughs> dag. Ik vind het niet erg als ze vinden hoor. Nee, natuurlijk. Nee, ja. ben ik, ja, het ook ja, ja. ik weet wel ja. ik ben. Maar ik denk niet dat je er van af kan komen. Maar Joey... Ik begrijp Dit is niet echt zo. een probleem of zo, maar... <laughs> Alle respect bro. Dit is niet echt een probleem. Misschien vinden de mensen je gewoon heel knap en ik weten, ze, weten niet. ze de pick-up. Is de pick-up line die ze bij jou gebruiken? Misschien lijkt je gewoon op iemand die heel bekend is bro. Misschien heb je gewoon yeah. een veel voorkomende trekjes in je uiterlijk. Maar ja, ik weet echt ik niet. Ik zou het uh, ook niet weten. Nee, ik weet niet wat ik hierbij uh, moet zeggen. Kijk, als je een foto had meegestuurd, had ik nog kunnen kijken we. naar je foto. en zeggen, oh je lijkt op die acteur ja, of die zanger. Dan of of moet je andere kleurbroek aan doen. Of, ja, <laughs> of je bent misschien zo bekend dat het gewoon is van, Joey, je bent gewoon bekend. Daarom yeah. denken ze, ken ik jou nergens van. Kan allemaal. Yeah. budget. Ja. Yeah. Jij hebt iets voor ons. Aywala, zielig hoor. Maar als jij problemen hebt of vragen, weet je, zielig, zij kunnen jullie helpen. Anders yeah. niemand anders kan helpen. Yeah. Dan moet jij gewoon mailen naar it's complicated at uh, phoenix.nl. Ja, Abla. doe dan. Hey. <laughs>